1, 2, 3, 4. Je ziet een mens van honger sterven. 1000 kilo's vlees bederven. Je klampt je vast aan je geloof. Je hoort geen mens om water smeken, omdat je cocktail staat te shaken. Je bent Oost-Indisch doof. Je komt in opdracht van je baas en die heeft ook jou belazerd. Gezegend zij je werk. Je vindt dat de paus een held is en dat Jezus geen geweld is. Maar de kogel is al door de kerk. Je zegt dorst les je niet met tranen, maar je hand rust op de kranen. Overmorgen drinken ze jouw bloed. Je zegt dat je kogels niet kunt eten. Jij en jij zou beter moeten weten. Honger maakt zelfs blauwe bonen zoet. Omdat hij ver vandaan is en ik geen ene Braziliaan mis. Omdat hij ver vandaan is en ik geen ene Pakistaan mis. Omdat de helft al dood is en ik geen ene schele Jood mis. Omdat het vis nog vlees is en ik geen ene Vietnamees mis. Doe ik aan cabaret. Een man in Zuid-Amerika zat een manke missionaris na. De priester riep, nooit krijg je mij, want God loopt aan mijn manke zij. Toch had Juan die paap heel gauw en vroeg hem toen, wat had je nou? De man zei, nou, ik had een strop, ik liep hard, God was doodop. Een man in Zuidoost-Azië zat de westerse beschavers na. Het was een spel van kat en muis, die blanken loerden op zijn huis. Want als hij een te pakken had, brandden zij zijn huis weer plat. Zo kreeg ieder die zich had verzet. Tot slot een westers bouwpakket. Een man in donker Afrika zat een zuster van de zending na. De zuster riep, God help me toch, die bruine rat verkracht me nog. Ze struikelde bij een liaan. De bosjesman bleef even staan. De zuster vroeg, wat doet u nu? Gaat heen en vermenigvuldigt u.